Leuk dat je kijkt naar deze video van Online Tech Tips. Mijn naam is Kelly en in deze video ga ik je laten zien hoe je positieve getallen in één keer negatief kan zetten. Ik heb de instructie ook gelijk verwerkt in het Excel-overzicht. Dus je kunt er ook voor kiezen om dat te volgen in plaats van de hele video af te kijken. Je kunt dus zelf beslissen. We zitten hier in een dataset met natuurlijk heel wat positieve getallen, want het zijn orders. Wellicht is er eentje of meerdere zijn bijvoorbeeld op een gegeven moment credits, dus dan wil je er een negatief getal van maken. Nu kunnen we daar gewoon heel gemakkelijk een minnetje voor zetten, en dat is voor eentje ook wel te doen. Echter, als je een hele grote lijst hebt wat in één keer negatief gemaakt moet worden, is het wellicht handig om dat natuurlijk geautomatiseerd te doen. Links onder in beeld heb ik staan hoe je dat doet zodat je het ook zelf nu kan doen, dan hoef je niet de hele video af te kijken, maar ik kan het je ook natuurlijk gaan laten zien. Wat ik als eerst ga doen, is dat ik min 1 intyp in een van de cellen. Houd er wel rekening mee dat die dan niet in één keer een formule bijvoorbeeld wilt gaan hebben. En dat kun je regelen in de celwaardes. Dus wat ik daar eigenlijk mee bedoel, is een bepaalde cel gaat op een bepaalde manier functioneren. Een datumveld is een datumveld, een valuta wordt valuta... En zo weet Excel hoe die met bepaalde informatie om moet gaan. Dus hier ga ik op een cel staan. Nu zie ik hier linksbovenin staan standaard. Als ik nu min 1 intyp en ik klik op Enter, dan laten die ook netjes zo staan als standaard. Het kan zijn omdat de cel wellicht op een andere manier staat ingericht, dat die er ook anders mee omgaat. Misschien heb je een per ongeluk neergezet in een cel die denkt dat het een datumveld is. Dus let daar goed op. Mocht het misgaan, dan ligt het dus daaraan. Ik heb hier nu min 1 staan. Die hoef ik alleen maar te kopiëren. Dat doe ik met de sneltoets Ctrl C. Vervolgens ga ik alles selecteren. Bijvoorbeeld de subtotaal. En ik zeg dat ik hem nu wil gaan plakken. Dus ik wil mijn 1 min 1 gaan plakken. Bij plakken. En als ik hem gewoon plak, gaat hij daar gewoon min 1 neerzetten natuurlijk. Maar ik wil dus plakken op een speciale manier. Die zit hier. En vervolgens geef ik hier aan dat het een bewerking is. Dus het is niet gewoon plakken met alle opties die ik daar heb. Maar het is een bewerking die ik wil maken. In dit geval vermenigvuldigen. En ik klik op OK. En nu is alles in één keer een negatieve waarde geworden. Ik zou in dit geval er ook voor kunnen kiezen om hem gelijk even netjes in een valuta te zetten, bijvoorbeeld. En zo kun je dus in één keer heel gemakkelijk een aantal getallen naar het negatieve zetten in plaats van het positieve. En dat zouden we dus andersom ook weer kunnen doen. Ik heb nu exact dezelfde handelingen gedaan om hem weer positief te krijgen, want min en min is plus. Dat is wat we natuurlijk bij wiskunde hebben geleerd, dus ik hoef hem niet keer 1 te doen, maar opnieuw keer min 1 en dan wordt het een plusgetal. Let er wel op dat als ik dit doe, dat hij ook de standaard dus meeneemt. Dus ik had hem net naar valuta gezet, maar dat heeft hij dus ook meegekopieerd, want dit veld is standaard en daarmee wordt dit dus ook standaard. Houd hem dus geselecteerd en dan kun je hier gelijk nog even valuta gaan aangeven. En dat was het weer voor deze video, waarbij ik je heb uitgelegd hoe je van positieve getallen in één keer negatieve getallen kan maken. Heeft deze video jou geholpen? Vergeet dan zeker niet om hem even te liken. En ik zie je uiteraard graag weer terug bij een van mijn andere video's.